Was hij leuk of was hij niet leuk? Ik vond het een enige show. Ik heb zo gelachen. Ja, ik had steeds telefoon. Ik heb hem niet helemaal gezien. Ik zie hem thuis wel op de video. Hè. Nou, eens even kijken. Wat krijgen we nou nog? Ja, we krijgen... Oh, gelukkig. Marlot is er, Marlot. Gelukkig dat je er bent, meid. Ik wou het net gaan zeggen. Oh, ja. God. Hoe was de verjaardag? Enig. Ja, was hij leuk? Ja, het cadeautje vonden ze enig wat ik ja, meegemaakt. Hebben ze het uitgepakt? Ja, ook. Oh, en ook, vonden ze het toch leuk? Oh, hoe is het mogelijk? Ze hebben geen smaak, die buren van ons, hè. Zeg, luister, meid. Ik ga vast naar huis toe. Ja, als jij het verder doet, want ik heb nog meer te doen, hè. Kom je daar nog even boven? Ja, prima. Dan drink ik nog even een neusje. Vertel even hoe het ging. Vertel even hoe het ging. Wat is er geweest? Fantastisch ging. Oh ja, ook dit. Ach, het is opname, hè. Het is bekende gebeuren. Nee, het is geen opname, maar geef niet, Sonja. Het was geen opname. Hey, het is rechtstreeks, ja. Het is niet waar! Ja, ben ik nu? Je bent nu. Dat geweten had, hè! Want daarom belde u natuurlijk! Ik denk, wat gek, iedereen belt maar. Ik heb even een lijstje. Ik ben morgen dus op de meubelbeurs in Zaandam voor de opening. En dan maandag op de paardenmarkt in Stadskanaal. Daar kom ik ook, dan keur ik de paarden. Ja, ze hebben dit gebeld. Ja, ik neem alles aan. Maar gaat carrière maken, ja, tuurlijk. Vertel jij even nu van Marco Bakker dat hij komt, Marco, ja. Ja. Zij vertelt even dat u een avond in Wien krijgt met, hoe heet hij, met CD'tje, Christientje, Deutenkompje. En Marco en die schokbeton is er ook bij, hè? Ja. En het is in stereo, zeg even bij je, voor de mensen met dit teletext, hè? Mijn lijst met openingen staat ook op teletext nu. Ik zie waar ik zit de hele week, voor dan kan u kijken. Zeg, succes, ik zie je zo, hè? Dag zo, ja, dag zo. Was geen punt, zeg. En zet de boel klaar. Ja, fijn hoor, ik doe dat hoor. Stereo, hè? Ja hoor, zeker. Ja. Ja, dat was dus mijn vriendin Sonja. Ja. En Sonja bedoelde dus dat ons operetteprogramma Een Avond in Wien in stereo wordt weergegeven. Juist! Dus kijkers, als u zo'n televisietoestel heeft, betekent dat dat u niet alleen voor uw plezier kijkt, dus Tros, maar ook voor uw plezier luistert, dus Tros. Begrijpt u? Maar eerst even dit. Nederpop op zijn best. In het grootste Nederpop...